Kijkers, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe uitzending van ATV COVID-19 Update. U ziet dat we zijn er met mondmaskers. Straks ziet u mijn gast ook. Nog steeds moeilijk, maar we doen ons best om zo te presenteren. Want wij dachten, als we 2 meter sociale afstand nemen, dan moet het mogelijk zijn zonder om een masker te presenteren. Maar die strenge gast van vandaag heeft gezegd, absoluut niet, dus we doen het met de maskers op. In dit programma, COVID-19 Update, brengen we u informatie, we geven u adviezen over de COVID-19 pandemie, die niet alleen de wereld, maar nu vooral Suriname in haar greep houdt. Want terwijl de wereld bezig is om terug te gaan naar het nieuwe normaal, zien we dat de situatie in Suriname zorgwekkender wordt. De teller is momenteel voorbij 200 positieve gevallen en daarvan zijn er dus 196 actief. 257 personen zijn momenteel in quarantaine en we hebben nu helaas 3 doden te betreuren. En ja, later op de dag is de kans groot dat we weer horen dat de teller wederom gestegen is. Laten we hopen van niet. Maar dat is de reden waarom wij onze gast, de strenge dokter Ruben Del Prado, hij is publieke gezondheidsdeskundige, hebben uitgenodigd om vandaag weer onze gast te zijn. Ruben, welkom. Dankjewel Carla. En inderdaad, het spijt me dat ik je mooie lipstick en je mooie gezicht heb laten bedekken met een mond-neusbedekking. Weet je waarom? We zijn hier in een gesloten airco-ruimte. En de gesloten airco-ruimte met een droge lucht, daarvan is bekend dat de druppeltjes die uit de mond komen iets verder zouden kunnen gaan. Dus eigenlijk zijn de veiligste plaatsen zijn buiten in de open lucht. Ja. De meest gevaarlijke plaatsen zijn plaatsen zoals dit, met een droge airco-lucht. Ik hoop echt dat binnenkort dit niet meer hoeft. Ja. Want het is niet leuk. Het is niet leuk. Benauwd, ik krijg het benauwd. En met mij zoveel andere mensen. Het is waar. Het is denk ik belangrijk om dit programma mogelijk te beginnen. Met het even laten zien wat belangrijk is bij een zelfgemaakt mond-neusbedekking. Een heleboel mensen maken het nu. Ze worden ook verkocht. Je kan het zelf ook thuis maken. Het allerbelangrijkste is dat je neus en je mond allebei bedekt zijn. Okay. Want de druppeltjes, die komen uit je bovenste luchtwegen. Die kunnen virus bevatten en die hebben altijd druppeltjes als je spreekt. Ze kunnen ook uit je neus komen. En die kunnen virus bevatten. Dus het is erg belangrijk dat je het dicht maakt, zodat je andere mensen niet met jouw druppeltjes kan besmetten. Aan de andere kant is het belangrijk dat die andere persoon het ook, dus allebei mensen. Dus dat ding van, ik draag en je, ik bescherm jou en jij beschermt mij. Allebei de mensen. Het heeft nog een bijkomend voordeel, Carla. Je handen kunnen op een tafel komen of op andere oppervlakken waar het virus op kan zitten. En dan raak je je neus en je mond en je ogen aan. De meeste zijn je neus en je mond dicht, dus die twee kan je niet aanraken. Mensen, als je een mond-neusbedekking op hebt, blijven er zoveel van die druppeltjes en vocht en speeksel hangen op die bedekking. Raak het nooit aan de voorkant met je handen. Al kriebelt je neus, al kriebelt je mond. Volgens mij neem ik zelfs mijn bril, dan doe ik zo of zo. Maar raak het niet aan. Maak het niet open om te praten. Oké? Altijd ervoor zorgen dat dit goed afgesloten is en dit goed afgesloten is. Oké? Je hebt een heleboel dingen, ze hangen helemaal slap. Die zijn niet goed. Het moet strak onder je kin en strak op je neus. Dat er geen opening is. Deze is gemaakt door Decati, het bedrijf waar ik voor werk. En die heeft een haarklip hier om op je neus te passen. Okay. En ik ga je zo meteen eentje geven. Maar die van jou is lelijk hoor.
Dankjewel. En dan moet je al zo meteen voordoen hoe je het gaat dragen. Oh. Want die van jou is echt niet. Laat maar, is een bedekking. Is een bedekking. Dat is belangrijk. Mooi. Mooi helpt een beetje. Sommige mensen gaan ervan uit van. Ja, maar ik ben toch niet besmet, dus er zitten geen virussen in me. Ik ben blij dat je dat zegt. Er is nu op dit moment, op het internet, zelfs in de officiële kranten, op Facebook en op YouTube, is er iets aan de hand dat mij erg veel zorgen baart. Er wordt een heleboel halve waarheden, onwaarheden en gevaarlijke leugens verspreid. Ik vraag me eigenlijk af wat de bedoeling daarvan is, omdat het niet echt helpt. Deze boodschappen en deze berichten en deze opmerkingen helpen ons niet om van deze ellendige, uit deze ellendige situatie te komen. Bijvoorbeeld, mevrouw Maria van Kerkhoven, die mevrouw bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, heeft verleden gezegd dat asymptomatische mensen waarschijnlijk het virus niet verspreiden. Precies. Dat is waar. Oké. Okay. Want mensen die presymptomatisch zijn, dus voor symptomen, in officiële medische termen heet dat prodromaal, voordat de syndromen beginnen, die kunnen het wel verspreiden. Maar die mensen zijn ook asymptomatisch, ze hebben geen symptomen. Dus datzelfde woord wordt gebruikt voor asymptomatische mensen met het virus, die nooit symptomen zullen krijgen en die nu waarschijnlijk geen virus verspreiden, en de mensen die wel symptomen zullen krijgen. Die informatie is helemaal de wereld rondgegaan met als hoofd: WHO vergist zich. WHO is corrupt. WHO wordt betaald om valse informatie te geven. Bill Gates is de grootste funder van de WHO en dergelijke opmerkingen. Dan heb je nog een krantje, het heet de Bataafse Courant. Okay. De Bataafse Courant heeft dat genomen en heeft eergisteren als grote koppen gezegd: afstand houden is niet meer nodig, zegt de WHO. En mond-neusbedekking is ook niet meer nodig, zegt de WHO. Dus al deze dingen worden in dat krantje gezet. En dat krantje gaat nu als een wild vuur door social media in Suriname. En als je het leest, is het van boven naar beneden alleen maar gevaarlijke onzin. Ja, ja, ja. Maar wie zou bijvoorbeeld asymptomatisch kunnen zijn? Hoe weet je dat? We hebben nu bijvoorbeeld een collega van mij, collega van mij, ik zal zijn naam niet noemen, die was positief bevonden vanwege een contact met een patiënt of met iemand tijdens de verkiezing, ik weet niet precies hoe het was, 2 weken in quarantaine en hij heeft nooit ziekteverschijnselen gehad. Hij is dus waarschijnlijk het voorbeeld van een asymptomatische drager van het virus. Hij heeft, daarvoor was hij thuis, heeft zijn vrouw en zijn kinderen niet besmet. Okay. Dus dat is die asymptomatische drager die geen symptomen zal krijgen en ook mensen niet besmet. Okay. Maar hij is positief getest omdat hij een contact was van precies, hij heeft, dus hij heeft het virus wel gehad. Dat virus heeft, is in zijn lichaam verwijderd door de witte bloedlichaampjes, door de soldaten van het lichaam, die vechten tegen virussen en bacteriën en schimmels en binnendringers. Dus hij heeft nooit symptomen gehad. Er zijn mensen die in quarantaine of elders besmet zijn, die in quarantaine zijn, en die kregen daarna wel symptomen en die mensen kunnen anderen besmetten. Okay. Dat kan dus wel. En daar is er nog iets waarmee de mensen zitten. Hier bij ATV hebben we het ook. Als je komt, wordt je temperatuur gemeten. Hè? En de verschillende plaatsen. Wat is dat? Is, als hij hoog aangeeft, betekent dat je koorts hebt? Of zo? Koorts hebben is een van de verschijnselen van een besmetting met het virus. Koorts, hoesten, keelpijn en kortademigheid. Je kan het doen, want als mensen hoge koorts hebben, moet je ze sowieso weren. Sowieso niet in jouw huis laten komen, behalve als iemand thuis is, die moet dan echt apart in zijn of haar kamer. Als je een restaurant weer open gaat, niet in het restaurant, niet in het vliegtuig,
Omdat dat een van de verschijnselen is. Mm-hmm. Niet het enige verschijnsel. Mm-hmm. Het vervelende, Carla, is dat wanneer ik een Calpol-tablet gebruik, voordat ik ergens naartoe ga, dan gaat die koorts weer naar beneden. Mm-hmm. Dus koorts alleen is niet voldoende. Maar met die meter die ze hebben, met dat ook gewoon mede lichaamstemperatuur. Het mede temperatuur. Ik ben ook gemeten zo net. Ja. En mijn temperatuur bij de poort van ATV was 36,7. Oké, en wanneer begin je kritiek? Rond de 38. Ronde mensen die 38 graden Celsius temperatuursverhoging hebben, die hebben koorts. Mm. Dan heb je ook nog keelpijn, dan heb je ook nog hoesten en benauwdheid. Ja. Weet je, en dit is ook echt een oproep aan Surinamers. Mm-hmm. Wanneer je deze verschijnselen hebt, is het jouw plicht om thuis te blijven. Een heleboel mensen die besmet zijn door anderen, zijn besmet door mensen die al ziekteverschijnselen hadden. Mm-hmm. Dus wie je ook bent, van waar je ook bent, het is belangrijk dat je die verantwoordelijkheid hebt om je niet te begeven tussen andere mensen. Mm. Want je wordt alleen maar besmet door iemand die besmet is. Ja. Sommige mensen hebben geen ziekteverschijnselen, dus die mensen weten het niet. Mm-hmm. Als je ziekteverschijnselen hebt, heb je een publieke gezondheidszorgplicht en een morele plicht om je niet te begeven tussen andere mensen. Oké, okay, even de zekerheid. De symptomen zijn? De duidelijkste symptomen zijn koorts, hoesten, keelpijn en kortademigheid, benauwdheid. That's it. Er zijn veel meer andere verschijnselen. Okay. Sommige mensen kregen huidafwijkingen, sommige mensen kregen allerlei diarree, andere... Diarree hoor ik. Wat zeg je? Diarree ook. Ja, absoluut. Mm-hmm. Ah, je leest ze. Mijn moor is er ook. Diarree, gastro-intestinale klachten zijn ook, omdat het een virus is. Een virus is zo'n ding, weet je, mensen maken het mooier dan het is, dat kan zoveel verschillende verschijnselen geven. Oké. Okay. En nu, Ruben, zijn we in een total lockdown. Je ondersteunt dat? Ik onderstreep de total lockdown, omdat dat de kans dat mensen elkaar besmetten kleiner maakt. Mm-hmm. Dat betekent wel dat mensen zich moeten conformeren naar de lockdown en inderdaad het aantal besmettingen laat verminderen, om die keten van transmissie te doorbreken. Mm-hmm. Ik vraag me af, Carla, ik ben Surinamer, geboren en getogen. Mm-hmm. Waarom je niet regelt dat mensen voor elkaar naar de winkel gaan? Mm-hmm. Er zijn mensen van één straat, van één buurt, en dan gaan ze allemaal naar de winkel. Mm-hmm. Waarom vraag je niet, hey, ga voor mij vandaag en ga voor mij boodschappen doen? Zorg ervoor dat er geen rijen zijn. Waarom kan iemand niet voor jou je rekening gaan betalen? Ik zie Tillestuur bijvoorbeeld, weer lange rijen onder die tent aan de Zonnebloemstraat. Ga voor elkaar. Ik denk dat in de afgelopen jaren onze sociale contacten veel minder zijn dan vroeger. Mm-hmm. Veel minder dan vroeger, dus niemand vertrouwt elkaar echt. Ja. Toch? Mm-hmm. Je gaat toch iemand naar Tillensuur, vertel, ik ga naar Tillensuur, ik ga brood kopen, ik ga melk kopen, ik ga naar de slagerij. Ja. Kan ik iets voor je kopen? Kan ik iets voor je doen? Daarmee verminder je ook het aantal rijen en het aantal mensen dat wacht. Mm-hmm. Weet je wat? Mensen zijn niet gewend aan opgesloten zijn. Dus het naar buiten gaan is voor een heleboel mensen toch wel... Ja. Erg belangrijk. Is net als soms met die mondmaskers. Precies, ga je zo meteen die mooie geven. Maar luister dan, maar momenteel door die lockdown zitten mensen thuis zonder inkomen. Wat denk je, wat moet de overheid dat doen? Dat vind ik heel, heel erg. Ik ga het misschien iets te gemakkelijk vertellen. Waarom doen wij niet aan wat alternatieve vormen van inkomen? Alle mensen met een fiets, alle mensen met een bromfiets, alle mensen met een bus en alle taxichauffeurs zouden zich kunnen verzamelen en helpen met de distributie van levensmiddelen. Zoveel Chinezen zijn winkels zijn dicht omdat ze bang zijn voor mensen in hun winkel laten, waar vaak ook hun familie woont, om besmet te worden. Dat betekent een groot aantal mensen in hun winkel. Waarom kan het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme niet een regeling treffen dat elke Chinese winkel een aantal mensen voor een korte duur aantrekt om bestellingen te bezorgen en die mensen dan ook te betalen?
Toch? Mm. Dus ik denk, en ook leveranciers. Ja. Nee, maar ik heb het over de mensen die thuis zitten omdat hun bedrijf of zo gesloten is. Hebben ze geen inkomen? Dat is iets wat het noodfonds zou moeten kunnen oppakken. Mm. Dat is iets dat dus totaal buiten mijn competentie ligt. In een heleboel landen zijn dit soort kleine bedrijven geholpen door de overheden. Sommige grote bedrijven hebben een potje, hebben een beetje een spaarkastje, waarmee ze hun mensen kunnen doorbetalen en ook werken vanuit huis. Mm-hmm. Elke administratieve job, Carla, elke administratieve job kan gedaan worden vanuit huis. Mm, oké. Okay. Alles. Dus dat moet gestimuleerd worden? Moet gestimuleerd en aangeleerd worden. Mm-hmm. Het kan vanuit huis. Okay. Dus iemand die op een overheidskantoor werkt of in een bedrijf werkt, die administratie doet, kan nu het werk van huis doen. Ja. Deze aanpassingen moeten gedaan worden. Ja, inderdaad. En nu, kijk, jij had het al voorspeld, hè, Ruben. Dat vind ik zo jammer. Je had gezegd dat de teller verder omhoog zou gaan. En nu is dat gebeurd. Weet je, hoe ziet de toekomst eruit dan? Weet je, Carla, en als mensen me vragen, wat doe je deze dagen? Mm-hmm. De afgelopen 4 dagen heb ik een analyse gemaakt van mensen, van Surinamers. Op Facebook, op de radio, op de televisie, op YouTube. En ik ben erachter gekomen dat er 5 soorten mensen zijn. Mm. 5 soorten mensen. Oké. De eerste groep zijn mensen die zich verder niet laten voorlichten over de nieuwste ontwikkelingen. Het zijn mensen die nog steeds mee horen zeggen, mondneusbedekking is niet nodig. Mm. En dus zeggen, ja, de Prado heeft gezegd, mondneusbedekking is niet nodig, dus ik doe het niet. Mm-hmm. Dus oude informatie, ze hebben zich niet laten inlichten door nieuwe informatie. En ze vertonen dus gedrag op basis van die oude informatie. Dat is zeggen, ze volgen de ontwikkelingen ze niet. Ze volgen de ontwikkelingen niet. Mm-hmm. Die boodschap heb ik al lang op televisie, op de radio, in de kranten gewijzigd sinds wij gemeenschapsbesmetting hebben. Ja. Dat is groep 1. Mm-hmm. Ze volgen de ontwikkelingen niet. Mm-hmm. De tweede groep van mensen zijn de mensen die altijd zeer agressief en zeer argwanend zijn over alles wat komt van een autoriteit. Mm-hmm. Dus het gouvernement, de overheid, de militairen, alles wat die mensen zeggen is niet waar. En over het 19 management team. Precies, absoluut. Als een overheid wat zegt, dan is het absoluut niet waar. Mm-hmm. Dat is groep 2. Mm-hmm. Het heeft niet alleen met COVID te maken, met alles. Ja, okay. Ze houden niet van opdrachten of adviezen van een hogere autoriteit. Mm-hmm. Nummer 3 is een hele grote groep van mensen. Dat zijn mensen die alternatieve bronnen hebben voor de oorzaak. Dus 5G en mysterieuze stralen en een laboratorium ergens. Mm-hmm. Het is ontsnapt. Mm. Dus dat zijn die mensen die van science fiction houden, toch? Conspiracy. Conspiracy is nummer 4. Dat is helemaal aanbakken. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld een film zien, wordt gisteren van me gestuurd, Nation Z bijvoorbeeld, een film van 2014 tot 2018, waar precies dit voorspeld is. Zie je, dat was al voorspeld. Dus mensen die echt vreselijk goed gelovig zijn en oppassen met te veel handen wassen, want eigenlijk gaat SWM iets in het water zetten om zeep of weet ik veel wat. Dus mensen die, daar heb je de 4e groep van mensen. Mm-hmm. En de 4e groep van mensen, die mensen van groep 3 zijn niet gevaarlijk. Ze zijn een beetje, straling, weet je, straling. Ze zijn niet gevaarlijk. Okay. Dan heb je groep 4. Groep 4 zegt, dit is gepland. Mm. Bill Gates betaalt de WHO. Mm. Mm-hmm. Dit is gepland. Als je eens weet hoe rijk ik nu zou zijn. Van al die mensen die mee betalen om de werkelijke informatie achter te houden. Mm. Dat is een conspiracy. Er is een geheime groep bezig om de wereldorde over te nemen. Mm-hmm. En dat vaccin dat af is ergens, heeft een ID-chip. Mm-hmm. En die chip wordt ook ingespoten, waardoor alle mensen hun informatie beschikbaar is voor die satelliet. Mm-hmm. En wordt betaald door Bill Gates. Mm. Daarom
moeten we afstand houden. Want als we allemaal die chip hebben mm-hmm. en we staan te dicht bij elkaar, dan kan die satelliet ons niet individueel opvangen. Mm. Vandaar dat we nu al moeten leren om ver uit elkaar te staan, om te plannen voor wanneer we allemaal die chip hebben. Wat deze mensen zo gevaarlijk maakt, is dat zij YouTube-filmpjes, dat zij artikelen uit kranten en wetenschappers, waar nog nooit iemand van gehoord heeft, of die altijd al een beetje lunatic waren, op YouTube, kijk, heb je dit gezien, dit is de waarheid, en dit is de waarheid. En dat soort mensen komen met hele mooie teksten en berichten en wetenschappelijke artikelen en vooral YouTube-filmpjes. Ja. Mensen die vertellen, ik ben hoogleraar, Michaela, en ik heb al 26 jaar ervaring. En dat gaat dan als wild vuur door social media en dat is hun werkelijkheid. Ja. Dan heb je de vijfde groep van mensen. De mensen die begrijpen dat de wereld chaotisch is. Ja. De wereld is een chaos, niks is rechtlijnig, je gaat niet van A naar D, specifiek via B naar C. Het is niet rechtlijnig, het is chaotisch. En het zijn de mensen die alles een keer extra gaan bekijken. Is het waar? Ze doen een fact-check, ze doen een check voor de werkelijkheid. Het zijn ook de mensen die iets doen, als ze wetenschappelijk onderzoek doen, dan doen ze een peer review. Dat betekent, hun soortgenoten kijken naar het onderzoek, checken het en zeggen van inderdaad, het is goed oprecht wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn de mensen van groep 5. Ja, nou. En die vierde, die laat je echt twijfelen, hè, als je naar die filmpjes die kijkt. Die vierde laat je twijfelen en die vierde geeft mis in heel malicious, heel veel, hele griezelige misinformatie die geloofwaardig is. Ja. Als de Bataafse Courant in de kop zegt, WHO zegt, dat mond-neusbedekking zinloos is, afstand houden zinloos is, en al dat soort dingen die nooit gezegd zijn door de WHO. Die mensen checken de bron niet, want ze weten niet eens waar ze de WHO gaan vinden op het internet. Dan is dat voor hun uitgekookt en uitgedokterd. Ja. En dat wordt hun realiteit. Oh. Vermoeiend. Tot slot, de tijd gaat sneller wanneer je er bent. Maar het is altijd aan jou, Ruben, de gelegenheid om de kijkers de laatste tips door te geven. Mensen, het blijft. Zeep, water, goed wassen. Oké. Ik heb van mijn vriend Conrad Issa, van Lucky Store, zeg, Ruben, je gaat altijd over zeep praten. Kom, drie soorten zeep in één. Dus dat ga ik mee naar huis nemen. Zo reclame. Is geen reclame. Het ruikt wel lekker. Hou die afstand. Ja. Als je buiten alleen loopt, alhoewel op een lockdown, je mag niet buiten alleen lopen. Nee. Als je buiten alleen loopt, is dit niet nodig. Okay. Is het niet nodig. Oké. Binnen in een airco-ruimte is het absoluut, absoluut erg belangrijk. Oké, dit nieuws mondmasker is gemaakt volgens de laatste richtlijnen. Ik ga de mijne ook even opzetten. Hè? Even deze afdoen. Ja, kijk, Ruben is verder gaan staan. Is goed, Ruben? Laat me kijken hoe je het... Oké, laat me zien. Ik zie de Kati, die is hier onderin. Ja. Oh, dus deze moet ik binden, hè? Je moet binden. En mensen zeggen van, Ruben, ik hou niet van dat binden, maar dat binden maakt het strak. Hij is inderdaad mooi, hoor. Het binden maakt kleurig. Het strak. Priscilla moet me eigenlijk een beetje komen assisteren hier. Priscilla, help er even. Oké, maar in elk geval zo bind ik het. Want kijk, zo ben ik gekomen niet aan het eind. Niet kruisen, dus één boven en één beneden. Oké. Goed zorgen dat dit dicht is. En mijn neus en is dicht. Oh ja, en er is een dingetje hier zo. En als je goed kijkt, dan wil ik de camera moet je gaan. Ja? Als je goed kijkt, dan zie je er is een opening hier. Daarin kan je nog een extra wegwerp doen. Tissue zetten. Oké, geweldig. Doe maak het niet te dik, anders kan je niet ademen. Oké. Nou, Ruben. Bedankt voor je komst naar de studio. Wederom, we zullen je blijven uitnodigen. Jij bent eenmaal ons vast panellid. En bedankt voor de informatie die je vandaag met ons hebt gedeeld. Heel bedankt. Kijkers, zo ben ik gekomen aan het eind. Zo is het leuk om het te houden, dan drukt het niet echt. Het werkt niet zo. Het werkt niet, maar oké, in elk geval zorg ik ervoor dat die druppeltjes niet hier in die airco-ruimte komen. Dus dit is het nieuwe normaal dat we nu voorlopig ook gaan moeten presenteren met de mond- en neusbedekking. U heeft gehoord waarom, dus blijf het ook doen. Het is voor u en mijn veiligheid dat we dat doen. Nou, morgen zijn we er weer met een andere aflevering van ATV COVID-19 update. Tot morgen. Goeiedag.